De aanpak van de droge en natte infrastructuur in Saramaka is voor districtscommissaris Lakshmi Narayan Dubey prioriteit voor het begrotingsjaar 2018-2019. De DC wil hiermee vooral de tuinbouwers tegemoetkomen, zodat er meer geproduceerd kan worden voor de lokale markt. Ik heb twee zaken die heel belangrijk zijn. En dat is droge infrastructuur en natte infrastructuur. Omdat wij een productiedistrict zijn. U mag weten dus dat 80, misschien meer dan 80% van de groente die u ziet op de centrale markt afkomstig is van Saramaka. Dus het is zaak dat de boeren onder goede condities kunnen planten. En dat hun oogsten niet verloren gaan als gevolg van overtollig water of als gevolg van een watertekort. En natuurlijk moeten de wegen van die aard zijn dat ze hun producten heel goed van het veld kunnen halen. Dus voor mij, voor wat het district Saramaka betreft, alle wegen en alle waterwegen, dat we die aanpakken. Want vorig jaar zijn enkele resorten in het district geconfronteerd met wateroverlast als gevolg van kapotte sluizen. Deze sluizen moeten worden gerenoveerd of vervangen, benadrukt de burgervader. Ja, natuurlijk, dat valt onder waterwegen. Ja, natte infrastructuur, ja. Heeft u al een kostenplaatje en welke sluizen hierbij gerenoveerd moeten worden? Nee, we hebben geen kostenplaatje en dat is ook even niet aan ons gelegen. Dat wordt op beleidsniveau gedaan. Wij geven alleen maar aan wat wij willen. En het is het ministerie, dus die alles gaat uitdokteren. Dat is dus districtscommissaris Lakshmi Narayan Dubey van Saramaka. Voor het komend begrotingsjaar zal de aandacht gericht zijn op de aanpak van de droge en natte infrastructuur.